let's say, oh my God, I see the way you shine. Take your hair, my dear, and place them both in mine. Hoi en welkom bij de Van Schijkjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En vandaag werd jij heel blij. Vandaag is mijn geluksdag. Het is weer een keertje tijd voor een Shein video. Yo, dit is zwaar. We hebben twee pakketten en ze zijn weer super snel binnengekomen. En binnen een week? Ja. Ja. Nee. Ja. Nee, net niet. Net een dag later. 8 dagen. Nou, ja, binnen 8 dagen. Doen we die eerst? Ja. Ja, wel voorzichtig, want er zitten ook zonnebrillen in voor mij. Oh ja. Misschien. Ik weet niet welke zak het is. Deze neemt van niet. Zij heeft het meeste deze keer. Oh, er zit gewoon een hele zak met nog een zak in. Ja, er zit een zak in een zak en dan nog een zak. Ja. En dan nog een zak, want kleding zit ook nog in een zak. Ik krijg hem hier ook. Oh mijn god, zonnebril. Zie je zonnebril? Ik heb zonnebril, maar waar is die andere? Daar. Dit is voor mijn computer, kijk. Oh, oké, okay, ja. Ik heb dit besteld. Want dit is dus zeg maar gewoon voor je... Of voor je telefoonkant ook, maar dat doe ik liever niet. Nee, want je moet vaak foto's. Ik maak dit... heel vaak snel foto's en dan als die dicht is, dan kan het niet. Dan word ik helemaal boos. Maar dit is dus voor op je camera te plakken. Ja, dat doe ik op mijn computer, want dan als ik niet... Bijvoorbeeld een hacker of zo, die kan ook je camera gewoon hacken. En dan heb ik zo'n schermpje die ik dan open en dicht kan doen. En ik doe hem dan gewoon dicht van, loser, doei. Ja, ja. Dus. Mag ik eerst naar mijn zonnebrillen? Ja, ga jij maar eerst. Want ik denk toch dat bijna alles voor jou is. Zo ongeveer. Oké, kijk, ik heb hier een heel leuk tasje. Voor mijn zonnebril. Ik weet alleen niet welke het is. Ik ook niet. Oh, deze is heel leuk. Oh, dat is die roze. Ik hou van roze. Oh, dat is het blauwe. Ik hou ook van blauw. Oh. Oh my god. Hij is leuk. Kijk. Kun je het zien? Zal ja, ik weet niet of dat ze kunnen zien. Ik zie een beetje blauw, hè? Ga eens erin kijken, dan kijken we de rest. Ja. Ja, hij is echt super leuk. Ik vind hem echt leuk. En er zit een heel mooi stevig kartonnen, of ja, karton, een doosje bij. Wacht even, Kim, dan moet je het zo doen. Die een beetje over je bril heen. Oh, of niet. Maakt niet uit. Het is al een heel veilig iets. En je had er nog één? Ja. Oh, hier. Verstopt. Nou, die kunnen we wel weg, want die houden we denk ik allebei, hè? Ja. Wat we weg, wat we houden, doet de choreografie, hè? Ik moet toch straks... Ojo. Ojo. Oh-oh. Ik denk dat deze een beetje, ik weet niet. Een doosje in een zakje en een doosje in een zakje. Ja, raar hè? Oeh. Dat was degene die jij ook leuk vond. Ja. Auw. Niet in je oog prikken. Nee, op mijn wang. Oh, je wang. Auw. Oh, die is wel heel groot, maar wel ook leuk. Hij is nee, wel deze leuk. Gaat terug. Ja? Ja, dat is deze. Deze moet terug, man. Deze vind ik niet leuk. Kijk. Mag ik eens kijken? Ga eerst dan in de camera kijken. Ik vind hem wel leuk ook hoor. Ik vind hem een beetje groot. Een beetje heel groot. Kijk hè? Pas op, want hij doet heel veel pijn met die punten. Oh ja, oh ja. Kijk hè? Staat hij bij mij misschien leuk? Nee hè? Nee. Echt wel, staat wel. Ja? Ja. Je gaat de stasje. Nou, we gaan hem gewoon houden. Oké. Okay. Hij kan altijd bij mij in mijn auto als extra. Ja, als ik geen zonnebril weer mee heb. Als ik ja, het weer vergeet. Als ik termijn weer... Ah, nee, niet andersom. Zo. Oh ja. Gaan we eerst het gratis tasje doen of gaan we eerst... Doe jouw gratis tasje maar. Oké. Okay. We hebben de bestelling hebben we in tweeën gedaan. We doen eerst alle accessoires. Meestal, wij hebben dus de app van Shein. Ja. Als je daar elke dag incheckt, krijg je... Wat is het? Waarom? Nou, als je elke dag daar incheckt, dan krijg je punten, spaarpunten.
Als wij, Kimberly gooit heel vaak spullen in dat Shein mandje en ik gooi er van alles nog wat in. Maar als je natuurlijk een hele grote bestelling hebt. Zoals 300 euro of zo. Ja, maar goed. Als je slim bent, dan doe je wat dingen altijd eerst eventjes op het hartje klikken. Dan komt het op je verlanglijst te staan. Want je krijgt ook heel vaak krijg je kortingscodes. Wat ik meestal doe als ik wat grotere bestellingen heb, is de ene helft eventjes dat ik de bestelling opsplits. Dus de ene helft gaat even in, op het verlanglijstje. Dan bestel ik het ene gedeelte. En dan krijg ik, nu heb ik bijvoorbeeld met eentje heb ik 25% korting en de andere 20% korting. En je mag bij allebei mag je iets gratis uitzoeken. Ja. En als je het dezelfde bestelt, dezelfde dag bestelt, nou ja, je ziet het. Het zijn dus twee aparte bestellingen. Maar dan krijgen ze wel allebei tegelijk binnen. En heel vaak mag je, als je boven een bepaald bedrag komt, ook nog iets gratis uitkiezen. En het leukste is, we hebben er twee. Ja, want ik vond deze heel leuk. Laat me van dichtbij zien. Het is een heel bling bling schattig etuietje, Shein. Er staat een tas op, ABC staat er, dus gewoon een etui. Een etui met een lineaaltje, deze, en een gummetje en een dingetje. Deze kan je ook gewoon gebruiken voor als je je make-up neemt. Ja, maar ik vond deze heel erg leuk. En die wilde ik dus bestellen, dus deze heb ik. Die is van mij. Oké, gaan we nu beginnen met... Ja, ik heb er hier eentje voor mezelf. Dus, eentje? Ja, zullen we anders allebei openmaken? Wat is dit? Dat is niet van mij. Wat is dit? Moet je even naar de maten kijken. Jij kan beter kijken naar de maten en dan weet je wat is. Ja, maar ik weet het. Ik weet dit zijn rokjes. Dit is een broekje. Zullen we dan die ook nog uitpassen? Nee, dat doen we zo. Oké. Want anders gaat alles weer door de war. Helemaal goed. We gaan het nu wel echt heel goed bijhouden wat waar in moet. Zal ik deze even kijken wat dit is? Open maar. En passen natuurlijk. En dat zeggen vooral passen. Wat is... Zij wil heel graag een strakke zwarte legging hebben. Een bikersnook, short heet dat. Oké. Okay. Maar dan moet ik ook wel wat op hebben. Wat leuks eigenlijk. Maar wat is dit? Dat is ook een lange broek. Oh ja, dat is die lange broek, ja. Zou ik deze gaan passen? Ja. Ik ga deze even passen. Okay. Ik heb hem zeg maar aan. Hij zit lekker. Ja? Moet je voelen. Oeh, dit is heel glad spul. Ja. Maar in ieder geval, ik ga deze niet gewoon voor buiten aandoen. Ik ga deze gewoon dragen voor sporten en zo. En voor binnen. En voor binnen, niet voor buiten. Nee, maar ik vind hem wel heel leuk. Gaan we hem gewoon dan hier daarna weer terug in doen? Ja? Moet ik dan wat anders aan doen? Of? Nee, het is allemaal voor jou, dus check wat en... Ja. Ik wist dat. Broek. Ik ga een broek. Aan een broek waarvan ik niet weet of ik hem leuk vind. Nee, ik ook niet. En natuurlijk valt die weer. Auw. Oh god. Oeh. Oké. Okay. Dus dit. En is dat strikje, is dat een nepstrikje? Of is dat een strik? Daar komen we maar op één manier achter. Ja, ik denk dat je hem wel even open moet doen. Ja, ik... Een geruite broek. Hij is wel goed of niet? Nou, dat weet ik niet. Oh nee, oh, dat valt mee. Ja. Ik weet het niet. Ik ga hem gewoon passen. Doe hem aan, want dan weet je pas of dat het leuk is of niet. Ik heb hem aan. Ik weet niet of dat we het kunnen zien door het licht. Zal ik anders eventjes erachter gaan staan en kijken? Als jij daar gaat staan, hebben we beter licht. Ja, hij is echt leuk. Ik hou hem ook. Ik vind hem leuk. Ja, hij is heel leuk. Is weer wat anders dan een spijkerbroek? Ik ga automatisch altijd zo staan, maar dan mag ik niet. Nee. Nou, ik vind deze wel leuk, dus ik denk dat ik deze gewoon ga houden. Ja, is heel leuk. En leuk, want ik heb er nog meer besteld. Ja, je hebt er nog zo eentje, hè? Ga je die dan ook gelijk aandoen? Is hier geen één bij voor jou, of wel? Nee, ik heb maar één trui, alleen dat ding is van mij. Dus dit is die andere broek? Ja, dat is die broek. Oh, je hebt er drie besteld, of niet? Nee, dat is jasje. Oh. Dat is dat leuke jasje. Je belichten? Nee, ja, mijn pakketjes bezorgd. Maar dat wist ik wel. Nee. Kijk, ik heb er nog geen besteld. Ik weet alleen niet. Ja. Het is wel weer een heel ander stofje, of niet? Nee hoor. Oh, dat ziet eruit. Het ziet er een beetje uit als wol. Ja, dat is het niet. Nee. Ik vind het ook leuk. Ik ga deze ook even... Ja, dat kan je nog niet zeggen. Ja, maar hoe ik hem eruit vind, ziens. Ik ga deze ook aan doen. Ik heb hem aan. Zal ik weer even kijken? Zo. Ik ga ook automatisch... Zo. Is raar. Ik vind hem wel leuk. Hij is ook weer heel leuk, Kimberly.
Zit ook lekker strak, vind ik wel fijn. Jij houdt niet van losse modellen, nee, daar hè? Nee, heb ik echt een hekel aan. En dit is wel... Hij is niet heel dun. Nee. Dat het is waard, niet... Want het ziet er echt uit als wol. En hij zit ook... Deze is dikker dan die andere, volgens mij. Nee, zelfde. Ja? Ja. Ik vind hem heel leuk, Stan Kimberly. Echt heel leuk. Het is weer eens wat anders in je kast. Oh, mijn haar. Ik ben een kant van de haren. Ik krijg nu al mijn wintervacht. Ik vind hem heel leuk. Nou, ik heb nu nog hokjes. Of heb ik nog een hokje? Nee, ik heb alleen nog hokjes. Denk ik, als ik weet wat dit is. Ik heb hier wat. Ik heb geen idee wat het is. Ik heb niet. Een hokje. Heb je die al besteld? Ja. Oh, oké. Alleen, ik was zeg maar een beetje vergeten. Ik zag meer uit als een topje. Had je hem als topje besteld? Nee. Oh, in het zakje leek hij ja, weer een topje. Ja, oh, okay. Niet als een topje. Nee. Ik weet het. Maar ik ga deze even passen. Nou, kijk, ik heb hem. Het is niet leuk op deze trui, maar dat... Het is een heel glad spul. Ik zou daarvan gaan zweten. Ja, ik niet. Nee, ja, maar jij hebt er geen last van. Nee. Ik hoef er nog maar net te kijken en ik zweet dan. Maar dit is dus een rokje. En nee, eigenlijk is het een broekje. Ja, kijk, kan je zo wel kan je ook aan de achterkant zien. Misschien wel een beetje zien. Kijk, want dan zie je hier zo dat het een broekje... Ik vind hem heel leuk ook. Ik ook. Maar goed, we hadden er meerdere besteld, dus er gaat wel iets van terug. Ja. Dus we gaan even kijken welke het gaat worden. Maak er maar een foto van. Doe het niet telkens te doen. Daar. Daar. Zit je licht. Ik vind het echt grappig, dat hoesje. Ik ben nog steeds niet gewend. Ja, ik heb even je sokken eraf gelaten, ja? Oh ja, ik heb mijn sokken aan. Nou, dat valt wel mee hoe lelijk het is met sokken, hoor. Goeie. Nou. Niki, laat hem lekker als laatste. Ik heb hier nog één. Is dat een jasje of zo? Ja, dat zijn allemaal jasjes, die jasjes die je leuk vindt. Ho, wat is dit? Oh, ik heb een setje. Oh. Ik heb een setje. Dit is leuk, maar dit is wel een rokje. Ja. Daar was ik eigenlijk best wel vergeten. Heu, wacht, wat? Oh, dat is dit. Oh, leuk! Oh, dat is dit, ik was vergeten. Ik dacht dat dit wel een rokje was. Nee, dat is dus blijkbaar een heel setje. Een setje, een blauw rokje. Met bloemetjes. Bloemetjes, witte bloemetjes. En een half topje. Nou, doe maar aan. Oké. Nou, mensen, ik vind dit helemaal niks. Doe je haar van achter. Zo. Ik vind het topje wel leuk. Ik vind deze zo lang. Ja, hij had iets is korter gemoeten. Hey, hoewel, ik vind hem wel leuk staan. Ja, zo ja. Zo. Maar ja, goed, dat is die niet. Nee, dus deze gaat terug. Dus die gaat terug. Nou, nee, wat hebben we nog meer? We hebben nog een rokje. Ik weet alleen niet dat die dan ook niet zo lang is. Ja, maar goed, dat zien we dan vanzelf wel. Nee, die is korter. Ja, deze is korter. Ik laat het topje wel even bij aan. Ja. Ga ik deze ook passen? Zeg gewoon stipjes, leuk stipjes. Maar is dat een rok of is dat een broekrok? Ja, goede vraag. Volgens mij broekrok. Ja, broekrok. Zijn we uitgekomen? Het is volgens mij gewoon een broekje, kijk. Aan de achterkant is het een broekje. Je had tenminste achterstevoren aan. Ja, het is gewoon een broekje. Klopt niet, ja. Het is gewoon een broekje. Ja, maar aan de voorkant lijkt het een beetje op een rok. En op de achterkant lijkt het op een broek. Maar ik vind hem niet zo leuk. Ik vind hem ook niet leuk. Ik had het anders verwacht. Voorkant vind ik leuk, achterkant niet. Ja. Maar, oh, ja, ik weet het niet. Volgens mij moet ik nu mijn eigen broek aan doen. Dat denk ik ook, ja. Gaan we die gewoon ook terug doen? Ik laat het topje nog aan, hoor, man. Voor de jasjes. Ja, maar dat topje dat hoort hierbij, dus ik wil eigenlijk nee, gewoon... Nee, maar dat kan niet, want ik moet anders een trui aan doen. Oké, nee, dat kan niet, nee. Dus ga terug. Ja. Broekje. Ik weet niet wat broekrokje. Het is. Broekrokje. Ja, dit is nou echt een broekrokje. De achterkant een broek en de andere kant een rokje. Ja, dus deze gaat gewoon terug. Maakt niet uit hoe die heet, hij gaat weg. Ik heb mijn broek even weer aangedaan, mijn eigen broek. Wel het topje aangehouden, want ze gaat nu een jas passen. En dat is niet zo handig met een dikke trui. Nee, is een beetje warm. Warm? Haha, grapje, ik heb een broek. Oh, dat was een broek. Haha. Nou, doe anders eerst eventjes die trui. Doe deze dan zo meteen. Ik doe eerst eventjes... Een jas. Die jas. Ja. Dan heb je net ik dacht dat was ook een broek, ook een jasje, want ik had wel zo'n jasje besteld. Ja, en zit er dan in de andere tas. Oké. Beetje een bomberjackie. Ik vind deze wel leuk. Even de knoopjes open. Je hebt er zo eentje ook in het grijs. Ja, maar dat is een vest. Het is een jak.
Ik vind het echt leuk. Kijken. Ja. Dan inderdaad met op een topje. Ik vind hem leuk. Ja. Houden we. Ja, die houden we. En dan ga ik nu weer mijn eigen trui aan doen. En dan deze broek. Ja, maar je hebt zo die jasjes ook nog. Dus ik denk dat je gewoon dat topje aan moet houden. Want je hebt zometeen in die andere tas ook die jasjes nog. En anders dan loop je de hele tijd alles om te gooien. Is goed, dan doe ik jasje uit. Deze broek aan. Oh, moeilijk allemaal. Ik heb hem aan. En weer een broek. Ik ga wel eventjes weer achter letten. Om te laten zien. Ik vind deze echt leuk. Alleen, het lijkt net zo met zo. Maar ik vind deze broek wel leuk. Ja. Vooral met het topje vind ik het ook leuk. Ja, maar ja, dat topje dat zit bij een andere. Ja, dat is jammer. Ja, maar goed, je hebt topjes zat, maar we gaan wel even kijken hoe duur deze is. Toch? Kijk, als het natuurlijk maar een paar cent is, dan kun je hem net zo goed bewaren voor het topje. Ja, dat kan. Oké, okay, dus dat. Dus dat. Hebben we voor jou nog iets? Oh, voor mij nog iets. Is dat ook voor jou? Een trui. Gewoon de hele zak is gewoon helemaal voor jou. Ik had hem apart gelegd en ik denk dat is voor mij. Nou, lekker dan. Ik heb helemaal niet. Moet ik deze dan nu even aan? Ja, doe maar even. Ik ga deze wachten, even openmaken. Oh. Ik dacht ook, die is voor jou, totdat ik het zag. Ja. Nou. Lekker een dikke, oh, nu niet meer. Oh. Lekker een dikke, vette hoodie. Wat een lekker stofje. Het is een raar stofje, voelt apart. Oh my god, dit is echt. Ik vind deze broek echt leuk. Nou, deze gaan we echt houden. Ja, nou, je kan dit topje, deze trui kan je ook wel daarop doen. Dat doe ik ook. Kun je je topje even aanhouden, gewoon of niet? Want je hebt daarna die jas. Ja, ik doe het er wel overheen. Zo'n beetje een oversized hoodie. Ja. Oh my god, hij is wel echt oversized, maar wel leuk. Kijken. Zo. Ik net. Is het niet te? Ja, weet je wel. Maar op zich is het best leuk. Voor thuis. Ja. En ik kan hier dus echt niet tegen. Ja, dat maakt niet uit, sorry. Nee. Oké, okay, kijk. Wat staat erop? Vancouver? Geen idee, ik kan niet. Ja, Vancouver. Ik kan ook niet. Tegenover. Achterste voor binnenste spiegelbeeld heet zoiets. Spiegelbeeld heet zoiets, ja. Ja. Klopt. Volgende zak? Ja, die maak ik wel weer open. Nu zitten er wel dingen voor mij in. Wat zat hierin? Dat is sowieso je broek. Dit is mijn broek. Ja. Dus. Leggen we die bovenop. Hier zat mijn trui, die schoot. Weet je, dan doen we gewoon zo. Trui. Trui. Mijn eigen trui. Ja, je eigen trui erop. Kom hier. Ja, wacht. Tadaa. Niks. Waarom heb ik groen? Die wou ik helemaal niet. Ah oh nee, het is wel een stom kleurtje. Nee, het is een topkleur. Nou, hij begaat is, maar oké. Okay. Ik had wel liever roze willen hebben. Ja, je kan geen kleuren aan strepen. Nee, ze hebben precies. Oh, dat is heel raar. Oeh. Oh, dat is heel plastic. Ja, goed. Hey, kijk hoe leuk. Ik vind het waarlijk wel leuk. Kijk, ik leg dan jouw broek gewoon hou hier even op. Zo, ik ben nu. Jij wil graag deze, hè? Ik wil graag deze. Ik wil deze aan doen. Oh, mama. Oh, mama. Oh, is dat Teddy spul? Oh, mama. Oh, ja, deze vond ik zo leuk, Kim. Kijk. Maar op je broek is dat misschien niet heel leuk. Nou, misschien wel. Nou, misschien niet. Ik ben niet gewoon. Ja, dat kan zeker. Je hoeft ook niet te kijken. Zo, mama. Trouw hier. Ga je daar weer in? Oh, het is leuk. Ik vond deze het leukst. Ze heeft er twee besteld. Ik vind hem nog wel leuk hierop, hoor. Ja, dat kan wel, maar oh, wat is die leuk. Ik wil een foto maken van jou. Ze wil een foto van mij maken. Mag. Mag dat? Goed zo. Ja. Die kant op. Je weet hoe ik dan ben. Sokken erbij? Zo één met sokken en één zonder sokken. Echt heel leuk. Oké. Doe hem ietsjes hierheen. Ja. Maar, dan heb je deze ook nog. Oh, moet die ook gelijk doen? Ja, doe die ook maar gelijk. Dan kunnen we even vergelijken. En ik vond deze zo leuk. Ik vond deze veel leuker. Jij vond die veel leuker.
Maar ze zijn allebei leuk. Maar die is een stuk korter. Dat is ook het model. Oh. En deze heeft knoopjes. Oh, dat zijn... Stoppiep. Het zijn vervelende knoopjes. Zijn hele vervelende knoopjes. Nou, oké. Ik ga hem aan. Hij is echt leuk. Zoiets zouden ze voor mij ook moeten hebben, maar dan in een grote maat. Oh, mijn god, mama. Oh, ik vind deze ook leuk. Oh god, probleem. Ja, ik zat op te kijken, waar is die? Verstopt. Niet zo. Nee, maar goed, ik moest hem er even onderuit halen. Mama, heel groot probleem. Echt mega groot probleem. We hebben ze toch al besteld, dus die kant op. Ja, ik denk dat je ze gewoon allebei moet houden. Ze zijn gewoon veel te leuk. Ze zijn gewoon veel te leuk, ze zijn lekker. Ja, een heel groot probleem eigenlijk is dit. Nee, we moeten ze gewoon allebei houden. Kun je af en toe een beetje wisselen, is toch leuk? Wissel. Ja. Nu moet jij even. Ja, nu ga ik, want volgens mij is dit ook alleen nog maar voor mij. Ja. Dus, die moet hierin, doe jij hem er even in? Denk je? Volgens mij heb ik nog meer. Dat zou kunnen, nou doe dit maar erin. Wat? Weet je? Ja, en je broek dan weer terug aan. Hoezo? Maar hoezo? Wil je het aanhouden? Mag ook. Maar goed, dat topje, dat is natuurlijk van een... Ja, we kijken wel. Waar was deze van? Toch van die broek. Van die broek. Nee, dit is broek. Oh ja, nou, je wilde die broek nog aanhouden, dus dit blijft dan even zo. Of zo. Heb ik dit al aangehouden? Ja. Dat heb jij allemaal gepast. Ik heb 2 dingen besteld bij de Shein. Ik zag deze kennis heel veel en ging ook eigenlijk meer voor jou kijken. Jij had weer dingen gezien. Ik heb een trui. Die vond ik gewoon heel leuk. En ga ik eerst deze doen. Ik ga eerst deze passen, jongens. Eerst die passen. Eerst deze aandoen. Oké. Tadaa. Ik trek altijd mijn mouwen omhoog. Hè? Waarom doe ik dat? Jij doet altijd, je doet hem aan. En altijd mijn mouwen, ja, maar ik moet wel weten of dat mijn mouwen omhoog kunnen. Want anders hoef ik die hele trui niet. Mijn mouwen moeten wel gewoon omhoog kunnen. Maar, ik vind hem leuk. Hij is wel weer zwart, maar hij breekt door het tijgerprintje en het, is het crème-achtig iets eronder? Wit. Wit? Dus, ik vind hem leuk. Ja, dan laat het andere maar zien. Ja, ik ga even het andere laten zien. Ik had het al uit het plastic gehaald. Zien de hond. Zien ze de hond? Oké. Simon, is dit? Roze, oranje, met bloemetjes. Ik weet het niet, maar ik denk dat ik het wel leuk vind. Ah, jij bent heel enthousiast geworden. Ja. Jongens, ik ga hem gewoon aantrekken. Niet. We zullen het wel zien. Dat is goed. Hoezo? Ja, maar dat is hetzelfde als jouw topje. Zij heeft zo'n wit topje nu aan, dat witte topje. Jij hebt dat en ja, ik heb hem nog met een beetje... een jurk. Ja, het is ook niet echt een jurk, maar ik vind hem wel heel leuk. Het is een t-shirt, dingachtig iets. Het ziet er raar uit met ineens dit. Een flapje. Ineens. Ja, ik vind hem wel leuk. Lekker vleurig. Hou ervan. Ik ga dit ook houden. Ik vind hem leuk. En jij tevreden? Wat vind je het allerleukst? Alles. Ik kan niet kiezen. Ja, ik vind die broeken heel leuk staan bij je en die jassen. En deze is echt zo mega zacht. Hoewel die andere... Deze? Zachter. Die is nog zachter. Dit is echt zo'n knuffelding. Teddy. Ja, maar goed, ja, het maakt voor jou niet uit of dat het nou zomer is of winter. Jij trekt die dingen toch wel aan. Ja. Maar goed. Jongens, dit was weer een Shein video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En een dikke duim omhoog te geven. En het belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van verschijntjes. En vergeet niet naar onze volgende video te kijken. Doei!